Okay. Yo, leuk dat je kijkt naar Coke TV. Ik ben Jerenzo. Ik ben Jeroen. Ik ben Marije. En ik ben Bradley. En wij zijn Coolbox. En wij maken van super saaie situaties super leuke dingen. En jullie hebben in de reacties achtergelaten dat jullie opstaan super saai vinden. En dat is precies wat we vandaag leuk gaan maken. We gaan vandaag opstaan leuker maken, maar eerst moeten we allemaal een kaart trekken. Op elke kaart staat een locatie en een alledaagse activiteit beschreven. Het is aan onze taak om te kijken of we deze activiteit echt op die locatie kunnen uitvoeren. Maar er is één rotkaart en die wil je liever niet pakken. Dus wie gaat de kaart verdelen? Ik ga ze gewoon geven, Bradley! Oké, Til. Oh my god, nummer 3! En deze hou ik zelf. Moet het openmaken? Nee. Nu? Ja? Oké. Make-up doen op een paard. Oh, ik ga aankleden op zo'n watersofa. Douchen tijdens het snorkelen. Je haar doen tijdens een mountainbike. Nee, dat vind ik oprecht leuk. Ik hou ervan fietsen, dus dat gaat heel chill worden. Nou, let's go. Opstaan is natuurlijk super saai en wij als vrouwen doen natuurlijk af en toe wat make-up op. Daarom ga ik vandaag tijdens het paardrijden op Sevier mijn make-up doen. En ik heb mascara en lipstick en ik denk dat het overal gaat belanden behalve op mijn lippen en op mijn wimpers, zeg maar. Ik kan gelukkig een beetje paardrijden, maar ik weet niet of dit me gaat lukken. Dus we gaan het gewoon doen. Nou, welkom bij deze morning routine. We gaan beginnen met de foundation. Die zit hier in mijn zak. Ik spuit het op mijn hand en die doen we gewoon lekker zo uitsmeren. We gaan door naar de mascara. Die hoort natuurlijk op je wimpers. Ik hoop dat ik hem daar ook kan krijgen vandaag. Oké. Dop erop. Dan gaan we de nagels lakken en ik heb een hele mooie rode kleur. En ik ga eventjes dit erop smeren. Oké, ik kan niet zeggen dat dat helemaal gelukt is. En als laatste lipstick. Ik doe mijn best, jongens. Ziet het eruit? Is het nice? Ik denk dat ik het toch liever ook met een spiegel doe dan zo. Maar ik hoop dat het wel iets is geworden. Marije ziet er echt heel mooi uit. Marije, laat je mooie make-up eens even lekker zien. Ik heb ook mijn nagels gelakt. Oh. Maar het zit, kijk, het zit hier. Het zit hier. Net als de anderen ga ik opstaan ook leuker maken. En na het opstaan moet je natuurlijk je kleding aandoen. Dat ga ik dus doen. Niet zomaar, maar dat ga ik op een floating sofa doen. En ik ben echt heel erg bang dat ik er vanaf ga vallen. Dat ik mijn kleding kwijt ga raken. Maar we gaan het gewoon proberen. Help. Oké, Bradley staat op het punt om op de floating boat te sofa gaan. Floating sofa, ben je er klaar voor? Ik ben helemaal klaar voor. Kijk, dat mooie gele pakket. Vind je het spannend? Net SpongeBob. Vind je het spannend? Ik vind het heel... Ja, ik denk dat ik ga vallen. Dat ding gaat vliegen omhoog, hè? Ah, mijn adrenaline level zit echt hier gewoon. Hier helemaal. Ik heb mijn kleren aangedaan. Maar nu gaan we kijken of ik kan blijven zitten op deze sofa. Dus let's go! Dit gaat echt zo snel. Oh, ik doe dit nooit meer. Oh, kan niet meer. Ik leef nog. Ik sta hier bij een bij. Er zijn geen bijen bij, het is gewoon ik sta bij een bij. Ik ga het douchen veel leuker maken. En hoe ga ik dat doen? Ik heb een snorkel en er zijn hier allemaal flesjes verstopt van Coca-Cola voor mij. Die ga ik zoeken en dat is natuurlijk veel leuker dan douchen. Zeg nou zelf, snorkelen? Nou, ik ga. Bye bye! Oh.
Ik heb één! Ik heb zoveel water binnen. Maar ik heb er wel twee. Het derde flesje is gevonden, jongens. Ik weet niet hoeveel er liggen. Maar drie is een mooi aantal. Maar ik ga nog even doorzoeken. Ah, flesje nummer 4. Zo, dat was een aardig potje douchen. Ik ben er moe van. Ik heb 4 flesjes kunnen vinden. En het is wel mooi geweest hoor. Het was heel mooi onder water met al die vissen. Ik sprong net in mijn bike. En jij fietst op een bike. Hoe vind je die? Nee? Nee. Oké. Okay. Ik kan niet zo goed fietsen. We trappen hem van zijn fiets, kom. Ik heb de rotkaart en eigenlijk ben ik best wel blij met deze kaart. Ik ga nu de berg op fietsen en daarboven staat Miguel. Daar ga ik mijn haren doen, dus let's go! Op dit soort stukjes, als ik hem niet meer pak, dan ga ik even doorlopen. Waar blijft die top van die berg? Oh shit, ik ben er gewoon opgekomen. Nice. Het is heel erg heet hier, maar wel echt heel erg leuk. En wil jij nou kans maken om met ons mee te gaan naar Ibiza? Ga dan naar coca-cola.nl/Ibiza. En misschien maak jij wel kans om met ons mee te gaan. Ik ga nog even door. Oh nee, volgens mij zit het gel. Nee! Ik wil nog niet stoppen. Oké. Eindelijk. Ik vond dit eigenlijk helemaal niet zo'n rotkaart. Ik vond het heel erg leuk. En volgens mij heb ik mijn ochtendritueel wel echt veel leuker gemaakt. Nou, we zijn dus hier bij de Coke TV Beach House. En we hebben net de opdrachten gedaan. Hoe ging het bij jullie? Hartstikke goed. Het ging echt zo. En ik vond het heel erg leuk. Helemaal niet zwak. Zeker. En dan weer een beetje vies. Ik heb ook een beetje zeewater binnengekregen. Dus dat was wel minder leuk. En bij jou, Marije? Ik heb mijn make-up eraf gehaald. Dus dat zegt al genoeg over mijn look. En ik ben in het water gevallen. Maar we gaan de 5e wake-up challenge doen. Maar dan met een beetje een Spaans teamtje. Want we zijn natuurlijk op Ibiza. En we gaan in 2 teams. Wij gaan samen. En die 2 gaan samen. Wie? Oh, wij. Deze 2. Beide teams trekken 2 kaarten. En op die kaarten staan 2 nummers. En het is aan ons taak om door middel van deze voorwerpen deze nummers te gaan uitbeelden door middel van improvisatie en het andere team moet het raden en we gaan gewoon kijken wie daar de beste in is. Oké, nou laten we beginnen dan. Die 2 zijn voor jullie en het is de bedoeling dat je de artiest raadt en het nummer en voor elk krijg je 1 punt, dus er zijn 4 punten te winnen. Oké. Maar we moeten hun niet raden. Nee, ik ook niet. Ja, dus wij moeten ze uitbeelden met die voorwerpen. Oké. Ready? Gaan we zitten of staan? Nee, we gaan zitten. Oké. Wow, we gaan nu lekker bakken. Jij. Hey, wow. Lekker met ik wist het al gelijk vanaf het begin. Finger Boys. En het nummer? We're going to Ibiza. 2 punten. Oké. Okay. Yes. Oh, 2 punten. Oké, jij gaat gitaar spelen. Ja. Dan zal ik zingen. Maar je moet nog iets verwerken in dat stuk. Pas de vork. Ja. Alsjeblieft. Ik kan jouw vork zijn, schatje. Ik weet het. Hero van Earth. Wow! Yeah. Hoe dan? I can be your hero, baby. Dat had ik niet geraden. Maar we hebben wel 2 punten. Bam! Doe alles in de zin? Ja. Oké. Okay. Jij begint. Soms heb ik een heel erg leuk kopje. En daar doe ik lekker thee in. En dan ook een klein beetje koffie. Hey, lekker koffie. Koffie. Hey. We weten hem. Nou, 3-1. Het is sowieso de Macarena van 2 van die mannen. Ja, hoe heet ze? Ja. 3, 2, 1. Het was Dos del Rio. Ja. Dos del Rio. Niemand die dat ooit had geweten, maar jammer, want heeft er gewonnen. Wij hebben gewonnen. Oh ja, we moeten nog een keer, grapje. Zie de plank, zie de vork, zie de kot, zie de pan.
Hij roept mij en niemand weet. Het is How Far You Go van Aya Helikli en Lulule van een of andere Hawaiianse naam. Nee, je moet de naam zeggen, want ik had ook twee mensen. Aya Hala, How Far I'll Go. Ja. De titel klopt, maar de artiest klopt niet. Ja, nee, dus we staan gelijk. Jullie hebben niet de artiest geraden. Dus ik zat wel in de buurt met Aya Helikli. Gravallo. Onmogelijk. Onmogelijk. Jongens, we hebben gelijk gespeeld. Hey, ik vond het eerlijk, goede wedstrijd, goede wedstrijd. Goed gedaan, jongens. Leuk gedaan. Leuk geprobeerd. Hartstikke bedankt voor het kijken van deze video. Vond je nou dat we opstaan leuker gemaakt hebben? Laat het eventjes weten door een duimpje achter te laten. Laat even in de reacties een saaie situatie achter die we veel leuker moeten maken. En wil jij nou zien hoe wij juichen en supporten veel leuker hebben gemaakt? Klik op de link in de beschrijving. Abonneer op KookTV en dan zien we jou volgende week. Doei!